Yo, en welkom bij een nieuwe video. Op het moment is het zaterdag. Ik heb vanavond de verjaardag. Misschien dat we daarna ook nog uitgaan, dus waarschijnlijk zal ik vanavond alcohol gaan drinken. En de laatste jaren was het een beetje algemeen bekend dat alcohol echt slecht voor je spieren is, dat je er dik van werd. Maar ik heb zelf gewoon een beetje een manier gevonden hoe ik prima alcohol kan drinken en toch resultaten kan maken in de sportschool. Dus daar wil ik in deze video over gaan hebben. Maar dat gaan we niet doen met een lege maag, dus eerst even wat eten. Havermout met appel en blauwe bes. En na een maand lang alleen maar regen is het opeens weer zonnig in Nederland, dus nu even koffie zetten, dan een workout knallen. Yes, voor deze training stond er een leg day op het schema en die had ik 2 video's geleden ook al besproken en precies laten zien. Dus ik ga deze training het niet hebben over de training zelf, maar over het topic van deze video en dat is fitness en alcohol. Dus hoe je alcohol kan drinken en toch resultaten kan maken in een sportschool. Nou, daarvoor is het eerst belangrijk dat je gewoon weet wat voor schade alcohol nou precies aanricht. Het eerste nadeel is het uitdrogen van je lichaam. Alcohol onttrekt onder andere vocht uit je spieren en vocht in je spieren, oftewel water, is heel erg belangrijk in je spieren omdat dit de voedingsstoffen naar je spieren toebrengt. Waardoor je spieren optimaal kunnen herstellen. Wanneer die vocht uit je spieren wordt onttrokken, komen er minder voedingsstoffen naar je spieren toe. En vaak merk je het ook omdat je gewoon meer spierpijn hebt als je alcohol hebt gedronken dan als je geen alcohol hebt gedronken na een workout. Dus het eerste nadeel waar je rekening mee moet houden is een slechte spierherstel. Nou, het tweede nadeel is heel erg logisch en dat is dat alcohol gewoon veel calorieën bevat. In de vorige video had ik het over 3 macro's, eiwitten, vetten en koolhydraten. Maar er is eigenlijk een 4e macro en dat is dus alcohol. En elke gram alcohol heeft 7 calorieën. Maar alcohol is gewoon een lege calorie. Met andere woorden, je lichaam doet er niks mee. Daarnaast bevatten alcoholische drankjes niet alleen alcohol als macro, maar ook nog gecombineerd met frisdrank, wat ook weer heel veel suikers en calorieën bevat. Dus zo lopen drankjes vaak op tot 200, 300 calorieën per glas. Nou ja, stel dat je 5 drankjes drinkt op een avond, dan loopt het al snel op tot zo'n 1000 plus calorieën. En ja, dat heeft natuurlijk wel schade op je fysiek. En daarnaast komt nog een punt wat iedereen wel herkent, is dat je met alcohol op niet echt de beste keuzes maakt. En die calorieën lopen ook weer allemaal op. Nou, naast de calorieën van die avond heeft het ook nog een paar andere nadelen, namelijk de day after. Waarschijnlijk voel je de dag daarna niet topfit en als je die dag zou gaan trainen is het waarschijnlijk een best wel slechte workout. En daarnaast heb je de dag daarna vaak niet heel erg veel trek en vooral niet naar gezond eten. Dus wat veel mensen ook vergeten is om die dag hun eiwitdoelen te halen. Misschien omdat ze ook wel weer willen compenseren van de dag daarvoor dat ze extreem weinig gaan eten, maar totaal vergeten dat ze ook nog een eiwitdoelen moeten halen om natuurlijk je spieren te behouden. En door het alcohol drinken is je spierherstel al minder goed. En als je dan ook nog minder eiwitten gaat eten, dan wordt je spier helemaal verslechterd. Nou, dat waren ongeveer wel de nadelen van het alcohol. En dan wil ik het nu even kort hebben hoe ik het nou eigenlijk een beetje toepas, zodat alcohol zo'n minimaal effect heeft op je resultaten en dat je gewoon af en toe in het weekend gewoon alcoholische drankjes kan doen. Nou, het eerste wat ik doe is gewoon trainen op de dag dat ik het feest heb of in ieder geval alcohol ga drinken. Zoals ik al zei, de dag daarna voel ik me altijd best wel slecht. Mijn workouts gaan dan zeker niet zo goed. En de hoofdfactor waar ik me altijd op focus tijdens mijn workouts is progressive overload. Oftewel het sterker worden. Nou ja, wanneer ik de dag daarna ga trainen met weinig slaap, met alcohol op, dan zal de dag daarna waarschijnlijk mijn workout best wel slecht gaan. Nou ja, en dat is eigenlijk heel makkelijk te voorkomen. Ik zorg gewoon dat ik de dag van het feest gewoon een goede workout neerzet. Meestal pak ik dan gewoon een grote spiergroep. Zoals nu pakte ik mijn benen. Zodat je gewoon goed progressive overload kan focussen. En daarnaast ook nog even wat extra calorieën verbrand. Die je wat meer ruimte geven op de avond van het alcohol drinken. Daarnaast kan je natuurlijk ook zelf wat cardio toevoegen. De dag ervoor, de dag daarna. Om gewoon even wat meer te verbranden. Zodat die calorieën die je gaat eten en drinken niet zoveel impact hebben. En zo zorg ik er ook voor dat ik de dag na het feestje gewoon een dag rust heb. Zodat het mindere herstel ook niet heel erg veel impact heeft. Nou, het volgende wat ik doe is de calorieën van de dag van het feestje gewoon wat verlagen met 300 tot 500. En hetzelfde doe ik eigenlijk de dag daarna. De dag daarna is helemaal makkelijk. Want dan heb ik inderdaad niet zo heel erg veel trek. En de dag ervoor zorg ik gewoon dat ik wat langer blijf vasten. Oftewel intermittent fasting doe. Tot een uur of 1 of 2. Zelfs als ik aan het bulken ben. Want dat zorgt er gewoon voor dat ik overdag iets minder eet. En door de dag ervoor en de dag daarna gewoon 300 tot 500 calorieën minder te eten. Dan zorg ik gewoon dat ik voor dat feestje zelf 800 tot 1000 calorieën heb. Die ik daar kan gaan gebruiken. Zonder dat het enige impact heeft op mijn fysiek. En zoals ik al zei, je kan het ook met cardio doen. Dus inderdaad niet dat je 300 calorieën minder gaat eten. Maar dat je gewoon zorgt dat je extra rondje gaat hardlopen. Waarbij je dan 300 calorieën extra verbrandt. Maar zorg gewoon voor dat je iets meer calorieën vrij hebt voor die avond. Zodat je gewoon kan genieten zonder er erg om te stressen. Nou ja, en om die calorieën van die avond een klein beetje beperkt te houden, probeer ik zelf altijd te kiezen gewoon voor een sterke drank met een light frisdrank. Zo heb je alleen de calorieën van de sterke drank, wat relatief weinig is. Beperk je dat ongeveer voor 80 calorieën per glas. Ja, dat is een stukken beter dan dat je een cocktail neemt of een biertje wat gaat weer oplopen tot 200 calorieën per glas. Maar zoals ik al zei, dit probeer ik altijd. Zoals vanavond heb ik gewoon een verjaardag. Dus ik heb geen idee wat voor drank ze daar zullen hebben. Waarschijnlijk veel bier, veel wijn, maar sterke drank weet ik niet. En daarnaast weet ik ook niet of ze daar light frisdrank hebben. Nou ja, wat dat betreft
ga ik er gewoon echt niet over stressen. Uiteindelijk gaat het om dat je gewoon een leuke avond hebt. Gewoon even een avond iets minder bezig bent met fitness en voeding. En je probeert gewoon de schade zo beperkt mogelijk te houden. Maar ja, ik ga niet mijn eigen lightfrisdrank meenemen. Of mijn eigen sterke drank. Dus wanneer ze daar alleen maar bier hebben, drink ik gewoon gerust een biertje. En dan weet ik dat ik toch die 800 tot 1000 calorieën vrij heb gemaakt voor die avond. En daar kan je toch nog aardig wat biertjes van drinken. En het volgende punt wat wel nog heel erg belangrijk is, dat je echt veel water blijft drinken. Zoals ik al zei, het alcohol droogt je gewoon uit. En dat is niet zozeer alleen slecht voor je spieren, maar ook gewoon voor de rest van je lichaam. Probeer gewoon over de dag heen extra veel water te drinken voordat je naar de verjaardag toe gaat. Als je terugkomt van de verjaardag, als je 's ochtends weer wakker wordt, zodat je dat uitdrogen zoveel mogelijk tegengaat. En dat je spieren toch iets meer vocht ter beschikking hebben. Natuurlijk kun je ook met droog trainen alcohol blijven drinken, maar dan beperk ik het wel echt tot 1 of 2 keer per maand. Omdat je dan al iets minder voedingsstoffen hebt, is je herstel sowieso iets minder goed. En daarnaast heb je natuurlijk ook minder calorieën tijdens het droog trainen om flexibel in te zijn. Als ik tijdens het bulken 3500 calorieën mag eten, is het heel makkelijk om 1000 calorieën te schrappen. Dat kan ik eventueel zelfs in een dag doen, maar wanneer je bij wijze van spreken maar 2300 calorieën hebt, dan kun je niet zo makkelijk verlagen tot 1300 calorieën. Nou, dan heb ik nu eigenlijk al wel alles behandeld wat ik wilde behandelen. Kortom, zet gewoon een goede workout neer op de dag dat je gaat drinken. Zorg dat je daarbij een grote spiergroep pakt, dat je lekker veel verbrandt en dat je gewoon sterk bent in de sportschool. Eet de dag ervoor en daarna gewoon wat minder, maar zorg dat je wel je eiwitdoelen haalt, zodat je gewoon even die 800 tot 1000 calorieën hebt gereserveerd voor die avond. Neem de dag na het feest gewoon een dag rust en drink je rot met water, want het zal daarnaast ook nog eens enorm je kater beperken. En als laatste, vergeet gewoon niet te genieten. Je gaat een avond uit om lekker te genieten, te relaxen en een beetje gek te doen. Nou, ik hoop dat de mensen wat hebben gehad. Als je er wat aan had, vergeet de video dan niet alvast te liken. En dan gaan we weer verder met de video. En post-workout maaltijd is een omelet met ham. Op maar 1 broodje om de koolhydraten een beetje beperkt te houden. En wat sla en een random komkommer ernaast. Eigenlijk meer een beetje een snack tot het avondeten. Hoog in eiwitten en laag koolhydraten en vetten. Dus perfect voor zo'n dag als vandaag om wat calorieën te sparen. Ja, ja. Even een hele andere soort mededeling. Ons huis is inderdaad te koop omdat mijn ouders naar het oosten van het land gaan verhuizen. Een beetje uit de randstand. En het voor hun echt hartstikke leuk, maar dat betekent dat ik ook uit huis moet. Dus ik ben met een paar vrienden van me op zoek om iets in Amsterdam of daaromheen te gaan vinden. Ik heb wel echt heel erg veel zin in, maar toch een beetje tegenstrijdig omdat je oude huis ook weer verkocht gaat worden. Dus ja, een beetje tegenstrijdig, maar vooral leuk. En voor de avondmaaltijd hebben we wat kip, hebben we patatjes uit de oven. Scheelt weer een hoop calorieën dan als je het zou frituren en ook een hoop vet trouwens. En wat sla, aka help aan de zijkant. Ja, en we kiezen altijd voor de rode saus zoals tomatenketchup, want dat scheelt ook weer vergelijken met mayo of iets. Yes, en we gaan nog even een laatste maaltijd eten voordat we naar het feestje gaan. En het wordt een beetje een eiwitboost met een bakje kwark. En we doen er ook nog wat eiwitpoeder doorheen. Ik doe er dit keer geen muesli of iets doorheen om even wat calorieën en koolhydraten te sparen. Wel doe ik nog wat extra blauwe best erin voor gewoon wat extra health of zo. En toch heb ik nog even een flesje gehaald om gewoon wat sterks te hebben bij de verjaardag. Nee hoor, we hebben een gezamenlijk cadeau en ik heb deze nog even gehaald als kleine geetje om erbij te doen. Yes, ik ga zo meteen dus naar de verjaardag toe. En dan wil ik hierbij alvast de video gaan afsluiten. Mijn camera neem ik in ieder geval niet mee, want ik wil niet weten hoe dat afloopt. Dus like de video als je hem leuk vond, of als je er iets aan had. Vergeet niet te abonneren op het kanaal voor nog veel meer video's. Zie ik jullie in de volgende video.